Oons uit. Welkom allemaal vanavond. Wethouder mevrouw Ruigrok en mevrouw Steffens zijn aanwezig om uw vragen zo meteen te gaan beantwoorden. U mag natuurlijk ook met elkaar in debat. Ik ga dat in goede banen proberen te leiden. Het is een sexy onderwerp. We gaan het vanavond hebben over kredietaanvraag, renovatie, verhardingen, Spaandammerdijk. En we gaan erover stemmen op 2 juli. Dus nu is mijn vraag, wie wil graag als eerste het woord? Nou, voorzitter. Als meneer Vermeulen. Toch, ja. Meneer Vermeulen, gaat uw gang. Als niemand zich meldt, dan heb ik het maar achterdrukkig. Voorzitter, in 1578 sloot Rijnland een overeenkomst met de ambachtsbesturen van Sparenwoude, Hof Ambacht en Houtrijk Polanen om het onderhoud van het westelijk deel van de dijk over te nemen. De reden hiervoor was de desolate toestand van de dorpen die zwaar te lijden hadden gehad van oorlogshandelingen. In 1581 werd een akkoord gesloten met de ingelanden van Osdorp, Sloten en Sloterdijk om ook het onderhoud van het oostelijk deel over te nemen. Dit akkoord werd in 1593 bevestigd door een contract met de besturen van Sloten en Sloterdijk. De Sparendammerdijk kwam nu in zijn geheel voor rekening van Rijnland en was daarmee een van de eerste regionale dijken die gemeenschappelijk werd onderhouden. Het is nu 2020. De Sparendammerdijk tussen Zijkanaalzee en de Sparendammerweg Batterijweg verkeert in slechte staat en is verkeersonveilig. In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersbelasting van de dijk en de staat van het dijklichaam. Uitkomst: de fundering is slecht en vertoont draagkrachtproblemen. Verscheidene asfaltonderlagen zijn verbrokkeld of liggen los. En daarnaast doet zich over de gehele lengte van de dijk scheurvorming voor. Een volledige reconstructie is nodig. De totale kosten van de reconstructie bedragen ruwweg 5 miljoen. De maatregelen zijn tevens voorgelegd aan belanghebbende partijen. Wie zijn die belanghebbende partijen? Ik zou in ieder geval denken Rijnland. Hoewel die naam in dit raadsvoorstel niet wordt genoemd, blijkt uit de voorjaarsrapportage dat Rijnland wel degelijk betrokken is geweest. In welke hoedanigheid was dat? Is dat akkoord van 1593 nog steeds geldig? Op de website van Rijnland houdt de geschiedenis van de Sparendammerdijk op na dit jaartal. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Sparendammerdijk afgewaardeerd van primaire waterkering tot regionale kering. Zij heeft echter in haar antwoord op de zienswijze van de dorpsraad van Sparendam gesteld dat het huidige profiel van de dijk intact moet blijven. Dit suggereert op zijn minst dat zij nog steeds eigenaar van deze dijk zijn. Zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de reconstructie van het dijklichaam of alleen voor de verharding? Als het Hoogheemraadschap bepaalt dat de dijk onderhouden en gehandhaafd moet worden, is die reconstructie van het dijklichaam dan niet primair haar taak? Als wij alleen verantwoordelijk zouden zijn voor de verharding, is dan nog steeds die 5 miljoen nodig? Dat zijn zomaar een paar vragen, voorzitter. Verder moet de dijk zo snel mogelijk worden opgeknapt, dus ook als alle kosten voor onze gemeente zijn, is Forza niet tegen dit raadsvoorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Den Elsen van de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had bijna hetzelfde soort begin van het betoog als de heer Vermeulen. Teruggaan dik 400 jaar in de geschiedenis. En over de rekening die eigenlijk altijd bij Rijnland heeft gelegen. En in 1676, dat heb ik de heer Vermeulen nog niet horen zeggen, kon de hele dijk worden opgeknapt voor 500.000 gulden. Nou, we praten nu over 10 keer zoveel, 11 keer zoveel. Maar goed, we zijn ook een paar eeuwen zijn we verder. En eigenlijk zat ik met dezelfde vraag. Dat historische gedeelte. Het monumentale van de dijk. Uit de beantwoording van de vragen heb ik begrepen dat de historische verenigingen zijn geraadpleegd. Maar het is ook heel begrijpelijk dat zij natuurlijk aangeven dat zij het heel belangrijk vinden om die cultuur, de historische waarden te behouden. Alleen de vraag was die we stelden, en daar was ik eigenlijk wat meer op zoek naar. Want zitten er randvoorwaarden van wanneer iets wel of niet nou die monumentale status heeft? Want voor ons is namelijk ook best wel belangrijk dat er zometeen een stuk veiligheid op die dijk is. En niet dat we naderhand nog andere zaken daarop moeten regelen
die we eigenlijk niet willen. En ik zat eventjes in de brief van 2019, april 2019, toen werd er ook al aangegeven dat er eigenlijk al een deel onderhoud gepleegd was de afgelopen jaren, maar dat het eigenlijk alweer volop scheuren vertoonde. Dus er lag asfalt, het was wat gedaan met de fundering en binnen 2 jaar eigenlijk hetzelfde manco weer. En ik vraag me af van wat van garanties zijn er toen de tijd gegeven en kunnen we daar nog iets doen in aansprakelijkheid of iets dergelijks. Want 5 miljoen, oké, het is een dijk van 5,5 kilometer en hij ligt daar natuurlijk prachtig mooi in het landschap, ook met zijn historische waarde. Maar als we anderen natuurlijk zeg maar een deel van de rekening kunnen laten betalen voor hetgeen wat daar nodig is, dan is dat natuurlijk, dat zou wel mooi zijn ook natuurlijk. Dus dat is eventjes onze vraag. En in tweede termijn kom ik nog op een ander puntje terug, voorzitter. Dank u wel, meneer Den Els. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van der Peet van het CDA. Meneer Van der Peet, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Het was vorig jaar april op de Spaarndammerdijk zo slecht was dat een gedeeltelijke afsluiting nodig was om de veiligheid voor het wegverkeer te kunnen waarborgen. Spaarndammerdijk is een onmisbare schakel in de verkeersstructuur van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zelf vroeger ook kunnen ervaren, want ik heb in mijn jeugd heel wat keren over deze dijk heen gefietst op weg naar het recreatiegebied Spaarnwoude. Ik ben namelijk opgegroeid in het uiterst noordelijke puntje van Haarlem, op enkele kilometers van Spaarndam en deze mooie Spaarndammerdijk. Het CDA is bijzonder tevreden dat het college de aanpak van de reconstructie zo voortvarend heeft opgepakt. In plaats van jaren te praten over de situatie die tot stand heeft kunnen komen, is direct gestart met het samen met inwoners en andere betrokken opstellen van een concreet plan voor de reconstructie van de fundering van de weg. We zijn als wegbeheerder immers verantwoordelijk voor de verharding en de constructie van de fundering. Een reconstructie van het dijklichaam, zoals net gesuggereerd werd, lijkt ons overigens helemaal niet aan de orde. Want het dijklichaam heeft een hele andere functie, namelijk een waterkerende functie. En die ligt wat ons betreft gewoon bij Rijnland. De aanpak is de enige juiste manier wat ons betreft om de duur van de afsluiting zo kort mogelijk te houden. Want uiteraard gaat de afsluiting gepaard met de nodige hinder voor onze inwoners. Gelukkig wordt het de geduld van de inwoners van Spaarndam en halfweg ook beloond. De Spaarndammerdijk wordt op een veel veiligere manier ingericht en dat is absoluut geen overbodige luxe. De fietsers krijgen in de nieuwe situatie een eigen plek op de weg. Door het prachtige landschap heen kronkelende dijk heeft echter niet alleen een grote aantrekkingskracht op recreatieve fietsers, wielrenners en motorfietsen. Nee, ook op automobilisten. Die ervaren het soms dat op de rustige momenten dat het een deel van het parcours is van het wereldkampioenschap rallyrijden. Zo hard wordt daar gereden. Wij hopen dat de nieuwe fietsstroken ook daadwerkelijk gaan zorgen voor een gedragsaanpassing van het gemotoriseerd verkeer. Maar het voorstel van GroenLinks om dan maar ook direct de afsluiting permanent te maken, dat gaat ons echt een brug te ver. Dan gaan we daarna vast en zeker weer terug naar het paard en wagen. Dat de veiligheid op de T-splitsing met de lage weg direct ook wordt verbeterd, vinden wij een bonus. Een dergelijk voordeel is normaliter overigens alleen weggelegd voor de klanten van de naastgelegen supermarkt. Kortom, de inhoud van het plan verdient complimenten en kan ook op onze goedkeuring rekenen. Maar aangezien het vandaag om een kredietvoorstel van maar liefst 5 miljoen euro gaat, hebben wij uiteraard ook naar de financiële aspecten gekeken. Ongeveer de helft van het bedrag wordt gedekt door gebruik te maken van de gelden die vrijkomen door de verkoop van de Enego-aandelen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor het overige deel worden dekkingsmiddelen gevraagd via de voortgangsrapportage volgende week. De fractie van het CDA wil daar 2 dingen over opmerken. Ten eerste begrijpen wij dat het college kiest voor dekking vanuit de verkoop van de Eneco-aandelen. Maar we willen wel benadrukken dat dit wel consequenties heeft voor andere grote projecten in de voormalige gemeente. Waar het geld eigenlijk ook voor bestemd was. Weg, zullen we maar zeggen. Ten tweede vinden wij het van groot belang dat deze investering nu wordt gedaan. De gemeente Haarlemmermeer heeft als wegbeheerder haar verantwoordelijkheid te nemen. En daaronder valt uiteraard een verkeersveilige Spaarndammerdijk. Hoe de onderhoudstoestand in het verleden is ontstaan en waarom deze niet eerder is onderkend, doet hier niets aan af. Evenmin de coronacrisis waar we ons nu in bevinden. Dus wat dat betreft is het CDA er geen enkele ruimte voor de populistische heroverweging waarmee de collega van Forza's bijvoorbeeld enkele weken geleden ook hebben geschermd in de debatten over mobiliteit.
Opvallend is dat we vandaag daarover niets hebben gehoord. Maar ik wil de heer Vermeulen toch een compliment geven voor zijn lesje geschiedenis, want dat is verhelderend voor iedereen. Tot zover. Dank u wel, heer Van der Peter. Geef ik nu graag het woord aan de heer Jansen, GroenLinks. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. En meneer Van der Peter, bedankt voor de uitdaging. Daar wil ik graag op de tweede termijn nog even op terugkomen. En wellicht hoort in de eerste termijn van mij daar nog een reactie op. Voorzitter, mijn fractie wil beginnen met een stukje historie. Ja, ook GroenLinks vindt dat van belang. We vinden het belangrijk dat de context van deze kredietaanvraag in een breder perspectief gezien wordt. De Sparendammerdijk werd in het midden van de 13e eeuw, ik herhaal de 13e eeuw, aangelegd als bescherming tegen het water van het IJ. De dijk liep van het Spaarne te Haarlem naar de Amstel in Amsterdam. In 1421 werd een deel van de dijk aangepast naar een grote overstroming ten gevolge van de Sint-Elisabethsvloed. Vanaf het ontstaan van de Sparendammerdijk zijn er gelijk al geschillen over wie het beheer heeft over de dijk. Tot en met medio 2019 was dat nog steeds zo. Dan nog een kleine anekdote over de dijk. Dit speelt zich af op het gedeelte ter hoogte van de huidige boerderij Kraaist. Ergens tussen 1572 en 1573 lokte de watergeus Kees het Hoen met zijn geuzen een Spaans huurlingenleger in de val op de Sparendammerdijk. Onze Sparendammerdijk. Het front tussen de Oranjegezinden en de Spaanse bezetter lag in het noordelijk deel van onze gemeente. Weer over tot de realiteit van vandaag. Bij de aanleg en in de loop van de geschiedenis van de dijk, overigens niet gebouwd op hoge frequentiegebruik van zwaar verkeer, alleen al het gewicht van huidige auto's en vrachtauto's, maar dat terzijde, hiermee wel aangegeven dat onder meer ook het historisch karakter van de dijk meer gebaat is bij autovrij, zeker auto-luw maken. Participatie. Voorzitter, de fractie van GroenLinks is tevreden over het feit dat de participatie is ingezet bij het tot stand laten komen van de reconstructie. Het is natuurlijk altijd lastig om met al die belangen om tot een variant te komen. We vinden het jammer dat dit uiteindelijk heeft geleid tot feitelijk maar één variant. Variant 2, zoals die beschreven is, zou nooit uitgevoerd mogen worden omdat dat de dijk een flink stuk afgegraven had moeten worden. Goed dat deze van tafel is. Bij de start van dit betoog stond duidelijk dat dit een absolute no-go is. Fietsers en voetgangers. Voorzitter, de Sparendammerdijk wordt zeer frequent gebruikt door recreatieve fietsers en voetgangers. Dit op basis van eigen ervaring, maar ook aangegeven door bijvoorbeeld de Fietsersbond. Na het verkeersbesluit van 2019 om de dijk autoluw te maken, is het voor fietsers en voetgangers ook stukken veiliger geworden. En kan zo nog meer genoten worden van de omliggende polders en hun flora en fauna. En dat vanuit een uniek panoramapositie die de Sparendammerdijk heeft. Het tijdelijke autoluw maken is tot nu toe ook goed verlopen. Het is dus mogelijk alternatieve routes te volgen. Een bijkomend voordeel is ook dat routeplanners bij een formele afsluiting of beperking hiermee ook rekening met het aangeven van routes. In de huidige omstandigheden is bijvoorbeeld voor auto's al heel eenvoudig om de dijk links te laten liggen en met slechts 2 kilometer extra op dezelfde bestemming te komen. Van een rit bijvoorbeeld van halfweg naar Sparendam-Oost. Wat mijn fractie betreft en ook gehoopt had, was er een variant 3 naar voren gekomen. Namelijk herstel van de dijk zoals in variant 1, maar dan autovrij of autoluw maken om de historische dijk beter te beschermen en fietsers en voetgangers meer veiligheid te bieden. Mijn fractie kan instemmen met het voorstel, maar doet een verzoek. Voorzitter, de fractie van GroenLinks wil het college verzoeken een integraal mobiliteitsonderzoek voor de polderwegen in het meest noordelijke deel van de gemeente. En dan gezien vanaf de Haarlemmerstraatweg in het zuiden tot en met Mozeekanaalweg in het noorden. Rekening houdende met de cultuurresourcen aspecten, bereikbaarheid van bewoners en bedrijven, maar zeker niet in de laatste plaats fietsers en wandelaars, waarbij de kortste verbinding van A naar B voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd LTO-verkeer, niet de hoogste prioriteit heeft. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kliphuis van de CVD. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Een mooi voorstel van het college, zo vinden wij van de VVD. We kunnen ons ook volledig vinden in variant 1 die het college ons voorlegt. Dit levert op korte termijn voor de bewoners van Spaarndam een verbetering op in de ontsluitingswegen. Wij kijken graag en kritisch mee naar de uitvoering van dit project en vooral ook de veiligheid op de dijk. We hopen daarmee dat het goed geborgd gaat worden, dat zo direct niet alleen de auto's, maar ook de fietsers op een veilige manier van deze dijk gebruik zullen maken. Dank u wel.
Oeh, dat was snel. Dat had ik niet verwacht. Sorry. Dan geef ik nu, ik weet niet wie het woord voert, maar ik geef het woord aan ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Ik voer het woord. Ik begon me al een beetje te schamen voor de bijdrage die ik ga doen. Na al deze prachtige bloemlezingen wordt mijn verhaal erg kort. Ik zat zelfs te denken van hoe is dit in onze hele drukke coronatijd tot een discussieprioriteit gekomen. Maar dan ga ik natuurlijk voorbij aan de lange historie van deze dijk en de bijzondere positie. Maar ik heb eigenlijk alleen maar een kort zinnetje en dat is een prima voorstel, niks meer aan doen. Ik dank u wel. Nou, dat schiet lekker op deze manier. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Knikker, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb een paar zinnen meer, dus ook mijn bijdrage zal kort zijn. Ja, voorzitter, want ook D66 stemt in met de voorstellen van het college. 5 miljoen is veel geld, maar met de verkoop van de aandelen van Eneco kunnen we daar ook een groot gedeelte mee ondervangen. En de renovatie van de Spaarndammerdijk is natuurlijk broodnodig, zoals we allemaal weten. Vorig jaar hebben we als nieuwe raad een bustour gemaakt door de gemeente, waarbij we ook deze dijk meegenomen hebben. Het is dan ook niet alleen een verbindingsweg, maar ook een prachtig cultuurhistorisch icoon. Het zou dus ook zonde zijn geweest om deze weg te verbreden, want daarmee doe je het aanzicht van de dijk aantasten door deze verlaging te realiseren. Terecht dus dat deze duurdere keuze van tafel is gegaan. De voorkeursvariant biedt een verbetering in de verkeersveiligheid met fietsstroken en passeerstroken en behoudt het karakter van de dijk. En is daarnaast ook in goed overleg met de begeleidingsgroep genomen. Daar kunnen wij ons volledig in vinden. We blijven nog wel achter met de vraag dat stel nou dat variant 3, het autoluw maken van de dijk, een optie was geweest aan het begin en in de verschillende gesprekken met de belanghebbenden, zou er dan nu ook een andere afweging zijn gemaakt. Zeker als we kijken naar het duurzaam gebruik van de dijk voor de komende decennia. We vragen ons dan ook af, zou bijvoorbeeld het zwaardere verkeer met lagere snelheden over deze dijk moeten rijden buiten de bebouwde kom? En hoe voorkomen we dat de dijk straks een sluiproute wordt voor het verkeer richting bijvoorbeeld het outletcenter van Sugar City? Tot zover, voorzitter. Ja, dank u wel, mevrouw Knikker. Dan geef ik nu het woord, volgens mij is het heer Van Steeners van de HAP, als ik het goed heb. Meneer Steeners, Van Steeners. Ja, en goedenavond, voorzitter. Ik moet even mijn tekst... daar is die. Al voor de fusie van de voormalige gemeente Haarlemmerliede met Haarlemmermeer was duidelijk dat diverse wegen in Haarlemmerliede toe waren aan renovatie, respectievelijk groot onderhoud. De Spaarndammerdijk is een van de wegen die nodig onder handen genomen moet worden. We danken de portefeuillehouder en het ambtelijk apparaat voor de beantwoording van onze informatieve vragen. De onduidelijkheden die bij HAP bestonden zijn daarmee opgehelderd. HAP kan zich grotendeels vinden in het raadsvoorstel. En we zijn blij met de participatie zoals deze met de inwoners en met belangenbehartigende organisaties heeft plaatsgevonden. De voorliggende keuze voor variant 1 lijkt ons ook de meest voor de hand liggende. HAP zou wel graag zien dat in het definitieve ontwerp de aanleg van de fietsstroken zodanig wordt gerealiseerd dat dit vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de inrichting van de Schipholdijk tussen Schiphol-Oost en Aalsmeerderbrug. Oftewel, dat wil zeggen, brede fietssuggestiestroken en een relatief smallere rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer. En waarom willen we dat? Omdat de Spaarndammerdijk sinds jaar en dag een drukbrede en populaire toeristische fietsroute is en waar sprake is van relatief weinig gemotoriseerd verkeer. Het liefst zagen we de dijk als fietsstraat ingericht, waar motorvoertuigen te gast zijn, maar we begrijpen ook wel dat dit gezien de functie van de weg en de daarbij behorende wegcategorisering niet haalbaar zal blijken. Dan ligt de oplossing voor brede fietsstroken voor de hand. Bij de antwoorden op onze informatieve vragen zijn er twee zaken die we er even uit willen pikken. Op de eerste plaats de T-kruising Lageweg Spaarndammerdijk. Wij kunnen ons vinden in het verkleinen van de bochtstraal, zoals dat nu verwoord wordt. De overwegingen zijn duidelijk. En toch vestigen wij ook de aandacht op een andere onvolkomenheid van deze kruising. Komende vanaf de lage weg kom je bijvoorbeeld met je fiets bij die T-kruising. En als je dan links afslaat, richting de Zijkanaal C, dan moet je verkeer van rechts op de dijk komend vanaf de richting van de Kerkweg voorrang verlenen. Uiteraard, want rechts heeft voorrang. Maar het zicht naar rechts wordt tamelijk beperkt door een volkomen overbodig groot reclamebord, enkele andere borden en laag hangende takken van een boom.
Dat maakt de kruising onnodig, onoverzichtelijk en daarmee onveiliger. Meneer Van Steeners, ik onderbreek u even, want ik weet het niet zeker, maar is er een interruptie van meneer Beuzenberg, klopt dat? Ja, dat is waar, voorzitter. Ben ik in beeld? Ben ik in beeld? Ja hoor, gaat u gaan. Ja, oké. Nou, ik had een vraagje aan meneer Van Steeners. Want u had het over een fietsstraat, hè? En wij hebben dat hier op de westelijke kant van de hoofdweg, hebben we dat namelijk ook. Waarom zou dat daar volgens u niet kunnen? Meneer Van Steeners? Ik heb het vermoeden dat er dan gezegd gaat worden van, we hebben het hier over een 60 kilometer weg. En nou is een fietsstraat. De wegcategorisering is zodanig dat het op dit moment 60 kilometer is. En een fietsstraat, zal geen 60 kilometer per uur gereden kunnen worden. Omdat het een fietsstraat is en auto's te gas zijn, dan dienen auto's zich aan te passen aan de snelheid van de fietsers. Nou, laten we zeggen dat dat dan een 30 kilometer weg wordt. Ik geloof niet dat het echt reëel is om te denken dat de hele Spaarndammerdijk vanaf halfweg tot aan Spaarndam, dat je daar een 30 kilometer zone van kan maken. Daarom denk ik dat dat dus niet strookt met de wegcategorisering. Mag ik daar nog even op reageren, voorzitter? Kort graag. Ja, nou, kijk, u heeft het er ook over, of in het voorstel staat in ieder geval ook, dat er aan twee kanten een rood fietspad gecreëerd gaat worden. De weg is maar 4,5 meter, dus het lijkt mij dan toch voor de hand dat we eigenlijk als raad toch ook moeten zeggen, dan wij maken daar dan echt een 30 kilometer weg van en geen 60 kilometer, want dan blijft het gevaarlijk. Gaat u verder, meneer Van Steeners? In antwoord hierop zou ik zeggen, er zijn natuurlijk ook mensen die vanuit Spaarndam naar Haarlemmerliede rijden en dan gebruik maken van de Spaarndammerdijk en dan afslaan via de Kerkweg. Als dat hele gebied 30 kilometer zone zou worden, dan vraag ik mij af of de bewoners daar zo erg blij mee zouden zijn. En we hebben het niet over een verschrikkelijk druk bereden weg met gemotoriseerd verkeer. Als je die hele weg zou afsluiten en er gewoon wat GroenLinks voorstelde een fietsroute van zou willen maken, dan ben ik bang dat de huidige drukte die op de lage weg plaatsvindt, dat die alleen nog maar toe zal nemen in de komende periode. Vandaar dat wij er niet direct een voorstander zijn om er een fietsstraat van te maken, maar maak dan wel de fietsstroken fors breed. Dat wekt in ieder geval de indruk dat het voornamelijk voor langzaam verkeer bedoeld is. Ik weet niet of ik inmiddels met mijn betoog verder zou kunnen gaan. Ik had het meneer Van Steeners. Ik had het over die kruising Lageweg Spaarndammerdijk. En over de zichtlijn die daar niet echt grandioos is. Graag zouden wij die zichtlijn naar rechts verbeterd zien, juist om de veiligheid te verhogen. En dan bijvoorbeeld door maar te beginnen met het volkomen overbodige grote reclamebord, wat trouwens ook behoorlijk de zaak moet siert, om dat maar gelijk te verwijderen. Een volgend punt. Een tweede punt betreft de wenselijkheid van het aanbrengen van verlichting in de onderdoorgang onder de A9. In de antwoorden op onze informatieve vragen wordt gesteld dat er een afweging gemaakt zal worden ten aanzien van de wenselijkheid in relatie tot de kosten. Nou, nu lijkt het ons dat een paar lampen en een elektrisch voedingssysteem niet tot die forse overschrijding van het budget zal leiden. En dat de veiligheid die toch voorop staat er met dat luttele te investeren bedrag mee gediend is. Dus we pleiten er met nadruk voor dit toch maar tegelijk mee te nemen in de renovatie. Te meer omdat na de egalisatie, respectievelijk asfaltering van dat wegdeel, de snelheid op de fiets in de afzink alleen maar zal toenemen. Nou rijden we er al met gemak 30, 35 kilometer en dan zou het wel eens 40, 45 kunnen zijn. En dan is het goed zicht op tegemoetkomend verkeer en de eigen zichtbaarheid voor dat verkeer echt een veiligheidsissue. We vertrouwen erop dat bij u die lamp ook gaat branden. En u, dat is dan het college. Voorzitter, tot zover onze inbreng in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Van Steeners. Dan geef ik nu het woord aan Unhalen Mamir, meneer Katap. Ja, dank u, voorzitter. Goed dat de Spaarndammerdijk wordt gerenoveerd. Eenhaarmeer vindt variant 1 een goede oplossing, waarin fiets- en passeerstroken worden aangelegd en niet wordt gekozen voor het verbreden van de dijk. Het is wel het overwegen waard om in de uitvoering van de renovatie te denken aan nogal brede landbouwvoertuigen, die gebruik maken van de Spaarndammerdijk, die best kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Of is hier rekening mee gehouden? Graag een reactie van de portefeuillehouder. Dat er rekening wordt gehouden met grotere voertuigen is belangrijk, omdat deze zeer actief zijn door de transportbedrijven in regio Halfweg en Spaarndam. De keuze voor variant 1 is ook beter, omdat de historische vereniging aangeeft dat ze de verhoging ook niet zien zitten. De dijk is immers, zoals collega's ook eerder vermelden, een gemeentelijk historisch monument. De kans bestaat dat in de toekomst het verkeer zwaarder zal worden, waarmee Eenhaarmermeer bedoelt, daarmee dat het draaggewicht meer kan zijn. Is deze groei ook ingecalculeerd? Eenhaarmermeer vermeldt wel één aandachtspunt nog omtrent de risico's die zijn vermeld. Het aantreffen van vervuilde grond, die kan leiden tot kostenverhoging en procesvertraging. Voorzitter, ik hoop dat dit al bekend is en is meegenomen in de begroting. Je kunt zich indenken dat Eenhaarmermeer zich zorgen maakt over welke preventieve maatregelen zijn genomen om deze risico's zo laag mogelijk te houden. Ik hoor graag de portefeuillehouder hierover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Katap. Dan heeft meneer Beuzenberg nog een minuutje. Meneer Beuzenberg, SRH. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan zal ik heel snel zijn. Het voorstel ziet er goed uit. Echter, zie ik wel een probleem. Over het feit dat de fundering slecht is. En we hebben wel vaker wegen opgeknapt. Waarvan je later op korte termijn dan ziet dat er weer scheuren in gaan komen. En door eventuele begroeiing van bomen met oog op de wortels wat weer omhoog komt. En ik zou aan de wethouder willen vragen, hoe borgt men... Of hoe wil het college borgen dat wij de fundering zo dusdanig aanpakken dat we hier geen last van hebben? Dan wil ik nog een opmerking maken over het bedrag van 5 miljoen. Nou, dat willen wij gerust autoriseren. En of daar nou dat krediet met ongeveer 2,5 miljoen naar beneden wordt gebracht, omdat je de verkoop van aandelen daarin gaat stoppen. De kosten van het project zijn toch 5 miljoen en die blijven 5 miljoen. Laat u afronden, meneer Beuzenberg. Jawel, ik zou het zeer op prijs stellen dat die fundering heel goed in de gaten gehouden wordt. En Sociaal Rechts vindt het een hele goede zaak dat er zo breed geparticipeerd is in dit project. Dank u wel, voorzitter. Ben ik op tijd? Ja, hè? Nou, dat niet, maar dat geeft er is niks. Ik kijk even in de chatbox, maar ik heb gezond halen me meer niet voorbij zien komen. Zijn ze aanwezig vanavond? Willen ze het woord voeren? Ja, uiteraard zijn we aanwezig. Dus. Als ik het woord krijg. Meneer Hagemeijer, ja, ik zie u. Nou, dan zeg ik, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Nou ja, we kunnen het inderdaad vrij kort houden. Ook wij zijn het eigenlijk eens met dit voorstel. 5 miljoen voor deze weg opknappen. Lijkt ons, we hebben het eens nagevraagd, is helemaal niet zo'n gek bedrag. Ook gezien de werkzaamheden die er moeten gebeuren. Dus ik denk een prima budget om dat mee te geven. Ook gezien het feit dat 2,5 miljoen wordt gedekt uit de verkoop van aandelen Eneco. Het is al vaker genoemd. Het is een raadvoorstel wat aangenomen is door de voormalige gemeente Hamelien en Zwaardewoude. Nou ja, daar hebben we wel eens ons aan te houden. En ik denk ook een mooie besteding voor deze voormalige gemeente en voor dit gebied. De variant om de weg voor het gewone verkeer, zoals het ooit bedoeld is, weer open te stellen, is ook prima. We denken dat het niet heel handig is om het alleen maar voor langzaam verkeer te gaan doen. Het verkeer gaat toch andere wegen zoeken die er niet voor bedoeld zijn. Dan ga je het probleem alleen maar verschuiven. En ja, om dan zoveel geld uit te geven voor alleen een fietswandelpad lijkt ons ook niet echt heel erg slim. Waarom nog wel even een vraag over een van de risico's die het college noemt in haar raadsvoorstel. Dat is de mogelijke grondvervuiling. Aangezien wij geen eigenaar zijn van de dijk, en dus ook niet van de onderliggende grond, waarom zou grondvervuiling dan een risico voor ons moeten zijn? Als de grond vervuild is, dan zou dat eigenlijk gewoon naar het Hoogheemraadschap moeten zijn als verantwoordelijke voor de grondpositie. Misschien aanvullend ook nog
op de vraag van de HAP over de verlichting in de tunnel. De tunnel is naar ons weten eigendom van Rijkswaterstaat, want de Rijksweg loopt er overheen. Is Rijkswaterstaat ook van plan om nog eventueel een bijdrage te leveren om deze tunnel op te knappen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Hagemeijer. Dan hebben wij alle fracties gehad in eerste termijnen. En dan ga ik even kijken of de wethouders het eens zijn wie er als eerste het woord gaat voeren. We wachten het even af. Wie gaat het worden? Ik mag het als eerste het woord voeren, voorzitter. Mevrouw Ruijgrok, gaat u gang. Dank u wel. Dank allemaal voor uw bijdrage en ook voor uw woorden over het voorstel. In grote lijn kan iedereen zich vinden met het voorstel en ook met de financiering ervan. Dus dat is altijd goed om te horen. Ook dank voor de geschiedenislessen. Ik heb met de heer Jansen zelf ook een keer gefietst daar. En toen heb ik ook al het verhaal van die geus gehoord die Spanjaarden erin gelokt heeft. Dus dat is goed. Ik hoor van u allen het belang van de cultuurhistorische waarde ook van de dijk. En dat we daarom ook voor variant 1 kiezen. Dat u zich daar ook in kan vinden. Nou, daar kan het college zich ook heel goed in vinden. Ik hoor ook complimenten over de participatie. Die wil ik graag doorgeven aan de organisatie. Want er is heel intensief participatietraject gevoerd. En daar zijn goede resultaten uitgekomen. En we hebben daardoor ook die functie van die weg goed kunnen vaststellen. En het voorstel van GroenLinks om te zeggen van nou moeten we niet een andere variant daaraan toevoegen. Die is eigenlijk al vanaf dat moment afgevallen. Omdat er ook met de nieuwe woonwijk Spaarne Buiten is afgesproken dat het een ontsluitingsweg zou worden. Dus dat we daar gewoon verkeer nodig hebben. Het is een 60 kilometer weg. De heer Van Steenis heeft al mijn antwoorden gegeven over of het nu wel of niet een fietsstraat moest worden. Nou, dat gaan we niet doen. We maken er een prachtige nieuwe weg van. Die is 4,50 meter breed en we doen aan allebei de kanten 1,50 meter fietspad. Zodat iedereen de ruimte heeft en dat voldoet aan de CROW-normen. Ik kijk heel eventjes naar de verschillende bijdragen. Meneer Vermeulen van Forza vraagt van hoe zit het, kunnen we Rijnland nog betrekken bij de financiering? Nou, de verantwoordelijkheid ligt bij ons, want de functie is nu gewoon een verkeersweg geworden. Dus dat is niet meer aan de orde. Wel hebben we een nadrukkelijk overleg met ze. Meneer Den Elsen vraagt naar de randvoorwaarden van de monumentale status. Nou, die zijn eigenlijk generiek, niet heel specifiek, maar gewoon het behoud van de culturele waarden en dus ook het zicht, de breedte, de lengte. Sorry, mevrouw de wethouder. Meneer Den Elsen, u zwaaide namen, klopt dat? Ja, dat klopt, voorzitter. Want de wethouder gaf in het begin helemaal aan dat iedereen de monumentale waarde ervan zag. En ik had nou juist gevraagd van, wat maakt het nou juist als we hem gaan verlagen, dat het geen monument meer zou zijn? Dan is het aangezicht, dan is het aangezicht natuurlijk anders, het verlagen en zou het verbreden. Dus dan krijg je echt een totaal ander, een andere dijk en dus een ander monument. Dus het gaat echt om het aangezicht en hoe de dijk eruit ziet. De heer Van der Peet van het CDA geeft aan dat er inderdaad nu hard gereden wordt. Nou, we hopen met die aanpassingen ook dat we daar daadwerkelijk effecten in gaan, dat we daar resultaten in zien. Daar gaan we ook van uit. Meneer Jansen, daar heb ik net eigenlijk antwoord op gegeven over die variant 3. Dat geen voorkeur heeft voor de partijen en dat we ook die woonwijk willen blijven ontsluiten. Mevrouw de wethouder. U krijgt een interruptie van de heer Vermeulen van Forza. Meneer Vermeulen. Ja, mevrouw de wethouder. Mijn excuses dat het wat langer heeft geduurd. Want ik reageerde direct op het moment dat u aangaf dat het een normale weg is. En dat we daarom dat alle kosten voor onze rekening zijn. Maar nou heb ik toch wel een vraag. Want is Rijnland nog steeds eigenaar? Want dat is me dan niet helemaal duidelijk. En hoe zit het dan met dat verhaal dat Rijnland gecommuniceerd heeft met de dorpsraad van Sparendam, dat ook aan het profiel en aan de hele vorm van de dijk niks veranderd mocht worden? Mevrouw Ruijgrok.
Nou, Rijnland is een van de partijen waarin we mee gesproken hebben. De waterkeringsfunctie is afgewaardeerd en is dus niet meer van belang. En de verantwoordelijkheid van de weg ligt nu bij ons. Dus wij zijn daar verantwoordelijk voor. Kunnen dus niet die kosten nog verhalen. Voorzitter, nog één. Het antwoord is nog steeds onbevredigend. Mag ik nog één vraag stellen? Uit de gang. Kijk, u blijft herhalen dat wij de weg moeten betalen. En ik ben er ook van bewust dat de dijk geen primaire waterkering meer is. Dat die afgewaardeerd is. Maar is Rijnland eigenaar van de dijk? Mevrouw Ruigrok. Het antwoord is ja. En is Rijnland dan... voorzitter. Graag weer voorzitter. Voorzitter, ik zag mijn fout toen ik hem maakte. Keurig. Is in die hoedanigheid... Rijnland dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dijk? Zijn wij niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het wegdek? Mevrouw Ruigrok. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het wegdek. Wij zijn dus verantwoordelijk voor de weg. Rijnland is eigenaar van de grond en wij hebben recht van opstal. Maar wij moeten dus die weg gaan renoveren. Ik ga door met voorzitter, met uw toestemming. Even kijken, mevrouw Kliphuis en de heer Den Butter waren kort daarover. Mevrouw Knikker van D66 gaf nog aan, ook over die variant 3. Ik hoop dat ik daar duidelijk over ben geweest. Meneer Van Steenis heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld die nu ook hier terugkomen. Waaronder bijvoorbeeld die lampen. Nou, daar gaan we onderzoek naar doen, dus dat kunnen we toezeggen. De breedte van de fiets... Mevrouw Ruigrok, u krijgt de interruptie van meneer Jansen van GroenLinks. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ruigrok, u begon de reacties terug te geven aan onder andere GroenLinks. Gaf een antwoord op variant 3. Dat was niet op zich een vraag aan het college. De vraag waar ik mijn eerste termijn mee geëindigd was of het een integraal mobiliteitsonderzoek te doen voor, zeg maar even gemakkelijk, de hele polder. Omdat er natuurlijk veel meer verkeersvraagstukken zijn waar uiteindelijk hoop de verwachting is dat daar wat misschien meer ruimte voor fietsers komt. Maar het gaat om het totaalpakket. Mevrouw Ruigrok. Kom ik zo nog even bij u op terug. Het gaat nu over die Spaarnammerdijk en die functie die we zo op deze manier zullen invullen. Dus ook voor gemotoriseerd verkeer. De heer Van Steenis, verder kan ik u nog toezeggen dat we even gaan kijken naar die kruising en het zicht. Daar had ook een van uw andere collega's een opmerking over. Dus we kunnen dat bord wellicht verplaatsen en het groen wat beter zorgen dat daar het zicht wat beter komt. En dan ben ik er ongeveer doorheen, denk ik. Dan misschien kan mevrouw Steffens van de Water nog een en ander toelichten. Mevrouw de wethouder, ik zag de heer Vermeulen nog even zwaaien. Ik weet niet of hij het naar mij doet of naar u doet, maar ik denk dat hij nog een vraag heeft. Meneer Vermeulen. Ja, voorzitter. Ik heb nog eventjes een stukje van de tekst erbij gepakt van het raadsvoorstel. En daar valt bij de tekst op: de fundering is slecht en vertoont draagkrachtproblemen. En die tekst, en u moet me corrigeren als ik het verkeerd heb, wethouder, die laat mij dan in de waan dat we het dan over het dijklichaam hebben en niet over de weg. Zie ik dat verkeerd of is het inderdaad zo dat de dijk problemen heeft om überhaupt, heeft de dijk draagkrachtproblemen? Mevrouw de wethouder. Ik heb het zo begrepen dat de weg draagkrachtproblemen heeft. Mocht dat anders zijn, dan kom ik daar zo nog even op terug als mevrouw Steffens van de Water ook nog een aantal aspecten heeft benadrukt. Okay. Dank u vriendelijk. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Steffens. Ik zal mevrouw Steffens, die tweede naam vind ik veel te chic, van de Water. Nee. Eenmaal. Mevrouw Steffens van de Water, gaat uw gang. Dank u voorzitter. U maakt mijn vader blij als u dat doet. Ik wil eigenlijk over twee dingen iets zeggen. En dat is aan de ene kant even over de fundering. De vraag die is gesteld door de Partij van de Arbeid met betrekking tot de aansprakelijkstelling van het feit dat wij al eerder de toplaag hebben vervangen en dat die eigenlijk niet goed is gebleven. Ja. Dat is natuurlijk heel vervelend om er dan later achter te komen dat de fundering zodanig slecht is
dat de aannemer daar gewoon niet meer op aangesproken kan worden. Want ja, wij hebben gevraagd de toplaag te vervangen. En ja, als de fundering dan zo slecht is, dan kun je daar niks meer mee als het gaat om het terughalen van aansprakelijkheid. Tot onze spijt, dat kunt u zich voorstellen. Daarom hebben we natuurlijk ook gekeken naar de situatie zoals die er nu bij ligt. En volgens mij was het meneer Beuzenberg die daar ook een vraag over stelde. Ik kijk even of ik dat nou goed heb. Hij zei van hoe borgen we nou met die situatie die u ook net beschreef, meneer Den Elzen, dat dat natuurlijk de volgende keer niet gebeurt. En dan ga ik u even een stukje techniek meegeven, want we hebben natuurlijk fijne mensen die meeluisteren en die specifiek hier antwoord op kunnen geven. En dat is dat de fundering op dit moment, die er dus nu aankomt, wordt berekend op basis van gebiedsontsluiting en niet op basis van erfontsluitingsweg. En dat betekent dat we op meer berekend zijn. De weg kan meer aan. En dat betekent ook dat er nog een gedegen advies ligt van een extern bureau. En dat heet KILA COAC. Waarin ook het landbouwverkeer is meegenomen. En dat betekent dat... Mevrouw Steffens, u krijgt een interruptie van meneer Den Elzen. Ik kan hem niet horen, voorzitter. Ik hoor hem ook niet. Ja, nou doet de microfoon het weer... Ja, ik reageer eventjes op dat u aangeeft van ja, we kunnen niet aansprake stellen, want ja, in principe was toen eigenlijk al die fundering al zo slecht. Dan vraag ik me eigenlijk toch af van wat voor onderzoek is er toen de tijd gepleegd. En toen u verder in uw antwoord ging, of bezig was, toen gaf u aan dat het nu wordt bezien op basis van een ontsluitingsweg en niet van een erftoegangsweg. Maar dat was toch al eerder bekend naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in het kader van het bestemmingsplan besparen buiten dat het een ontsluitingsweg zou moeten zijn. Mevrouw Steffens van der Water. Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Even terug naar meneer Den Elzen. Nou, wat voor onderzoek daartoe gepleegd is, u moet het mij euvel duiden, wou ik tegen u zeggen. Maar op dat moment was de nood zo groot dat wij gewoon direct de toplaag hebben aan laten pakken, omdat er enorme gaten in de weg zaten. Het werd gewoon onveilig. We wisten natuurlijk toen ook wel dat we echt zouden gaan kijken of het niet beter aangepakt moest worden. En dat hebben we inmiddels gedaan. En wanneer de Raad van State bepaalde kennis had van zaken of niet, ik ga ervan uit dat dat voor ons dan ook geldt. Dat is ook de reden dat we nu, als het gaat om het compleet aanpakken van de fundering en de toplaag, ook de juiste belastbaarheid daarin mee rekenen. Wat betekent dat die ondergrond, die fundering natuurlijk ook van een andere aard is dan hetgeen er misschien lag. Of in ieder geval hetgeen er nodig is als het gaat om zorgen dat we daar veilig overheen kunnen met z'n allen. Voorzitter, ik hoop dat met wat ik net zei voor de onderbreking van meneer Den Elzen, dat het antwoord voor meneer Beuzenberg ook helder was. Hij zegt nee, dus dan hoop ik dat hij straks zijn vraag nog iets verder zal specificeren. En dan denk ik dat mevrouw Rijkhoff eigenlijk zo goed als alles verder heeft aangehaald. Ik weet niet of er nu nog vragen overblijven, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Steffens van der Water. We gaan even weer een rondje maken en dan begin ik even bij meneer Vermeulen van Fortsa. Meneer Vermeulen. Ja, voorzitter, het is... Anders reageert dat langzamer. Ik heb op dit moment geen extra vragen. Dank u vriendelijk. Dan gaan we naar de heer Den Elzen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik gaf in mijn eerste termijn al aan dat ik wellicht in de tweede termijn nog even op een ander punt zou terugkomen. Ja. Als ik zou horen hoe iedereen over optie 1 en optie 2 denkt, over twee varianten. Ja, bij ons was ook veiligheid even een belangrijke issue. Dus ik zat even met een verkeerspsycholoog in gedachten om daar eens mee te doen. De heer Versteenis die heeft ook al iets gezegd over het verbreden of het verengen, het optische verengen zeg maar, van een rijbaan. Wat zou een verkeerspsycholoog op deze dijken kunnen doen om het veiliger te laten lijken? Dat was hem. Goed, de verkeerspsycholoog. Goed, meneer Van der Peet, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dat is promotie voor de verkeerspsycholoog, want die hebben we vorige week ook al benoemd. Sindsdien ben ik op de hoogte dat we... Ik hoor u niet meer. Ik kan die ook bij dit plan meekijken. Voorzitter, ik wil toch nog even terugkomen over de discussie over de fundering. Hè. Misschien is de terminologie in deze een beetje verwarrend. Of wij het goed snappen. Wegfundering is onderdeel van de wegconstructie. Dus we hebben een toplaag en we hebben een wegfundering. Die wegfundering is nu zwaarder gemaakt, zwaarder uitgevoerd om een hogere belasting aan te kunnen. En daaronder die wegfundering zit ook het dijklichaam. En volgens mij zijn dat twee verschillende dingen. En gaat het nu om een onvoldoende draagkrachtige wegfundering. Maar ik hoor graag van de wethouder of van de andere partijen dat wij dat zouden verkeerd zouden zien. Ik wacht eigenlijk... Meneer Van der Peet, uw geluid valt de hele tijd weg. Dus we horen het heel slecht. Misschien dat u even in en kan uitloggen of uw stekkertje er goed in doen. Want het laatste van uw betoog was niet te horen. Het laatste wat ik zei is dat ik in ieder geval meneer Janssen Schrek nog even afwacht. Want die komt vast nog wel even met een punt terug. Sterker nog, meneer Janssen komt nu. Meneer Janssen, GroenLinks. Nou ja, we worden gewoon aangekondigd vanuit twee kanten. Ja, ik wou inderdaad nog even terugkomen van de reacties, niet alleen van het CDA, maar ook nog van andere partijen over het afsluiten van de dijk. Wij hebben zeg maar twee opties gegeven, vandaar ook onze informatieve vragen, waar nog voor dank. Want autoluw maken is ook een optie. Wij realiseren ons ook dat er afspraken liggen in verband met Spanen buiten. Dat daar woningen staan waar verkeer naartoe moet. Maar de situatie zoals die nu is, kan iedereen bediend worden. En de situatie nu betekent dat de dijk autoluw is. En dat zou wat ons betreft, en vandaar onze eindvraag, onderzocht moeten worden over de hele polder. Om te kijken of je slimmer om kan gaan met de wegen die er al liggen. Ik heb namelijk ook al het voorbeeld gegeven dat je vanuit Halfweg ook een Sparendam kan komen zonder de Sparendammerdijk te nemen. Dus ik denk dat er meer oplossingen te vinden zijn als niet alleen de Sparendammerdijk bekeken wordt als ontsluitingsweg, maar dat het breder moet naar alle polderwegen. Dank u. Meneer Van der Peet, u wilde een interruptie? Ja, interessant wat de heer Janssen zegt. Alleen ik denk dat de heer Janssen dit beter twee weken geleden had kunnen zeggen. Want toen hebben we de wegcategorisering vastgesteld voor de Haarlemmermeer. Waar ook deze wegen onderdeel van uitmaken. Dus ik denk dat juist op dat moment we over dit soort zaken kunnen spreken. Dus wellicht... U valt weer weg. Meneer Janssen, had u nog wat verder? Of was u klaar? Ja, nou, ik wilde wel kort op reageren. Voortschrijdend inzicht, zicht op situaties die je tegenkomt, waarin je zegt van nou, misschien is het toch handig om dat juist wel te doen. Dat betekent niet, als het twee weken geleden behandeld is, dat we dan daarna twee jaar ons mond moeten houden, bij wijze van spreken. Dus die vraag wil ik echt gestand doen. En ik denk dat het noordelijk gedeelte van de Haarlemmermeer er ook gebaat bij is, om daar toch nog eens goed naar te kijken. Dank u wel. Geef ik nu het woord aan mevrouw Kliphuis, VVD, als daar nog behoefte aan is. Ik heb een hele korte reactie op het verhaal van de heer Janssen. Wij vinden het belangrijk dat er gestand wordt gedaan aan de afspraken die er zijn met de dijk Sparen Buiten. En ook dat zij gewoon een goede ontsluiting krijgen via die dijk. Hij is nu om technische redenen autoluw. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom kunnen zeggen dat zij goed bereikbaar waren in de afgelopen tijd. Dank u wel, mevrouw Kliphuis. Mevrouw Knikker, D66. Voorzitter, ik heb de eerste keer niks gezegd, maar ik mag toch nog wel? Ja, zometeen mag u. Mevrouw Knikker. Sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de toelichting ook vanuit de wethouder, hè, over die optie 3 die er eventueel was of niet. Helder, ik had nog wel een vraag gesteld, want is het meegenomen in de afweging om eventueel het zwaardere verkeer, dus vrachtverkeer en de landbouwvoertuigen, om daar een lagere snelheid voor te hanteren, zodat die dijk dus minder zwaar belast wordt en
daardoor ook dus de fundering misschien langer mee kan gaan. Ja, en of er ook mogelijkheden zijn om mogelijk sluipverkeer richting die outlet tegen te gaan. Daar had ik nog geen reactie op. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Knikker. Meneer Den Butter, op uw wenken bediend. ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil graag even ingaan op wat de heer Jansen vraagt. Ja, wij hebben eigenlijk geen aanleiding om daar nu ineens toe te besluiten om de hele polder, maar de hele noordkant van de Spaarnwoude helemaal te gaan categoriseren. Dat lijkt ons niet nodig nog. Daar zijn geen signalen voor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Den Butter. Meneer Van Steenis, HAP. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik moet zeggen, ik ben blij met de antwoorden die het college heeft gegeven. Er wordt gesteld dat er fietsstroken komen van 1,50 meter breed aan beide kanten. Dat is dus bij elkaar 3 meter. Dan blijft er nog 1,50 meter voor de auto's over. En dan krijg je wel een optisch effect, waardoor de snelheid er wel uitgehaald kan worden. En mocht dat dan toch niet gebeuren, dan is er nog altijd de mogelijkheid om op een 60 kilometer weg een flitspaal te installeren. Er staan er ook een stelletje langs de ringvaart, dus waarom daar ook niet? Ik ben ook blij met dat er een onderzoek wordt gedaan naar de verlichting in de onderdoorgang onder de A9. Dat zie ik dan ook wel als iets gunstig. En ja, er is een hele discussie gaande over het autoluw maken van die dijk. Nou, fiets ik de afgelopen 5 jaar vrij regelmatig over die dijk, omdat het daar, het is verschrikkelijk mooi en het is gewoon een hele fijne fietsroute. En het is mij wel opgevallen dat je daar eens af en toe auto's tegenkomt, maar de indruk lijkt gewekt te worden alsof het toch druk is op die dijk. Nou, dat valt wel heel erg mee. Je komt wel eens auto's tegen, maar het is nou niet dat je zegt van jongen, daar zijn echt files aan auto's. Dus mijn ervaring is in ieder geval dat het wat die autoluwheid betreft, kan natuurlijk altijd autoluwer, maar ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel andere. Oh ja, wel even een vraag. Die tunnel, daar werd gezegd dat het een rijksverantwoordelijkheid is, omdat het onder een rijksweg doorgaat. Maar ik mag toch aannemen dat de weg die onder een rijksweg doorgaat, dat die gewoon onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dat is eigenlijk de enige vraag die ik nog heb. Dank u wel. Dan gaan we over naar inhalen met meneer Katap. Ja, dank voorzitter. Ik wil inderdaad nog even een reactie krijgen op de volgende vragen. Omtrent onveiligheid. Hoe is er rekening gehouden met brede landbouwvoertuigen op de rijbaan die voor mogelijke onveiligheid kunnen zorgen op de weg? Een vraag omtrent verkeer, de aanvulling op mevrouw Knikker. Hoe is er rekening gehouden omtrent drukke, zware voertuigen en draagkracht op de dijk? Niet per se om drukte, meneer Van Steenis, maar meer de zware voertuigen die gebruik maken van de dijk. En een vraag of de gemeente wel of niet weet of er vervuild grond ligt en of de mogelijke kosten daarvan zijn meegenomen in de begroting. Nu grijp ik even in. Vragen kunt u ook van tevoren schriftelijk stellen. Daar zijn schriftelijke vragen voor. Dit was de bedoeling dat we een debat gaan houden met elkaar. Dus de wethouders zijn vrij of ze wel of niet te beantwoorden. Ik geef nu het woord aan meneer Beuzenberg, SRH. Dank u, voorzitter. Ben ik in beeld? Ja hoor. Oké, dank u. Nou, het is goed om te horen dat in ieder geval de fundering zo dusdanig aangepast wordt dat er ook zwaarder verkeer daar mogelijk is. Maar ik heb toch een vraagje aan de wethouder, mevrouw Steffens van de Water. In de optiek van SRH is het wel van belang, maar ik denk dat uw ambtenaren dat hoogstwaarschijnlijk wel zullen doen. Een extra onderzoekje plaats laten vinden naar het dijklichaam zelf. Want je kunt wel een goede dikke fundering aanleggen, maar als dat dijklichaam niet sterk genoeg is om dat zware verkeer echt aan te kunnen, dan zitten we straks weer. Dus ik hoop dat u daar een extra onderzoekje naar gaat doen. En wellicht is het al gebeurd. Dank u. Dank u wel, meneer Beuzenberg. Ten slotte, meneer Hagemeijer van Gezond Halen maar meer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil eigenlijk alleen nog antwoord krijgen van de wethouders over de vraag over de grondvervuiling en het risico daarop. En ja, voor wie is dat risico dan? Is het voor ons of is het voor de eigenaar van de dijk? Want ja, als dat voor ons is en de
zit grondvervuiling in, ja, dan hebben we aan 5 miljoen waarschijnlijk niet genoeg. En dan wordt het toch een heel ander verhaal. Dus ik mag toch hopen dat onze juridische afdeling daar heel goed naar gaat kijken. Dus ik hoor daar graag meer over. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hagemeijer. Dan ga ik terug naar wethouder Ruigrok. Mevrouw Ruigrok. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kom even terug op een paar vragen die we nog open hadden staan. Van de heer Jansen, ja, we hebben het inderdaad over die wegencategorisering gehad. En ik heb nog wel toegezegd dat we een fietsplan opnemen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Ik weet niet zeker of ik daarmee aan uw wensen voldoen, maar daar komen wel resultaten ook over hoe dat zit. En dat komt dan volgend jaar. Dus ik hoop dat dat... aan uw wensen tegemoet komt. Mevrouw Knikker vroeg nog specifiek naar het risico voor sluipverkeer. Dat wordt niet verwacht, hebben we wel naar gekeken. En verschillende mensen vragen over zwaar verkeer. En dat is inderdaad iets waar we met de agrariërs over in overleg zijn. Want die gaan natuurlijk ook die weg gebruiken. En daar zijn we nog bezig om afspraken te maken om dat gebruik zo goed mogelijk te doen. Zodat het niet meteen weer tot schade zou kunnen leiden. Dus extra maatregelen treffen. Ook de brede voertuigen waar het over had. Dus dat zijn we nog verder aan het uitzoeken in gesprekken met de agrariërs. Dat waren voor mij nu heel even de punten. Dank u wel, mevrouw Ruigrok. Mevrouw Steffens van der Water. Ja, voorzitter. U ziet mij weer, als het goed is. Ik hoor u wel. Ja, ik zie u. Als het gaat om dat onderzoek naar het dijklichaam, daar is een soort van eerste versie van het onderzoek inmiddels binnen. En we gaan natuurlijk heel goed kijken wat daar uitkomt, meneer Beuzenberg, met betrekking tot wat er nodig is om een goede fundering neer te leggen. Dus ik vertrouw erop dat dat goed bekeken is voordat we echt aan de slag gaan. En ten tweede de vraag over de grondvervuiling van meneer Hagemeijer. Het is natuurlijk zo dat we niet dan precies zouden kunnen weten wie dat veroorzaakt heeft. Maar we gaan altijd daarover in overleg met Rijnland. Want we hebben natuurlijk daarin misschien een gedeelde verantwoordelijkheid, misschien ook niet. Maar daar durf ik u zo niet even een uitspraak over te doen. Want dat zou natuurlijk ook eens juridische consequenties kunnen hebben. Mocht er sprake zijn van grondvervuiling, dan schat ik in dat wij niet de eerste zijn waar we moeten kijken. Dank u wel, mevrouw Steffens. Ik hoor iemand. Oh, dat was het. Is er nog iemand die nog een uitbrander heeft, die zegt mijn vraag is niet beantwoord, of wilde groeten doen aan mensen thuis, of een dansje doen, of een liedje zingen? Dan kan dat nu nog. Meneer Jansen zie ik. En meneer Van der Peet. Meneer Beuzenberg. Nou, meneer Jansen. Klopt, voorzitter. Was dat ook het woord voor mij gelijk of alleen een constatering dat ik mijn hand opstak? Gaat uw gang, meneer Jansen. Ik wilde Ruigrok bedanken. Mag ik daaruit concluderen over dat fietsplan? Dat dan sec gaat over het gedeelte waar ik net over gesproken heb. Om daar nog een keer goed naar te kijken. Mevrouw Ruigrok. Het gaat over heel Haarlemmermeer, maar dus ook het noordelijk stuk. We doen alles voor de hele gemeente. Ja, u voelt zich ook een beetje piloot, hè, zo, hè, mevrouw Ruig, ook met zo'n dingen. Ja, dat heb ik ook een beetje. In de tijd wil dat omroep hoe hoger vliegen en zo, maar dat mag niet. Meneer Van der Peet. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde nog even op twee puntjes van de collega's reageren. Over de zorg over het landbouwverkeer, bijvoorbeeld. Ik denk voor degenen die wel eens over die dijk gereden hebben, ik denk dat je met je trekker met een flinke lading goed je best moet doen om daar harder te rijden dan 30, 40 km per uur, omdat die weg zo ontzettend door het landschap heen slingert. Het is een heel ander verhaal als bijvoorbeeld onze rechte polderwegen die wij in de voormalige oude gemeente hebben. En wellicht is het een suggestie voor de wethouder om ook aan onze befaamde ribbelstenen te denken. Die wij hier in de polderwegen altijd toepassen, hè, om die extra slijtage en de bermen op te vangen. Het tweede punt waar ik nog even op terug wilde komen is over de vervuiling. Kijk, ik denk dat de risico's daarin zin mee zullen vallen. Op het moment dat je vervuiling aantreft, dan mag je vaak afdichten met een laag. Hè. Nou, en volgens mij is er geen betere afdichting dan een asfaltlaag. En zal het er heus niet van komen dat wij moeten gaan saneren uit die dijk. Dank u wel. Meneer Beuzenberg zag ik ook nog even zwaaien. Was dat naar zijn vrouw of naar mij?
Nee, nee, dat was naar u, voorzitter. Ik wil even inhaken op wat mevrouw Ruigrok zei over de afspraken die er gemaakt zouden worden over het zware verkeer met oog op de agrariërs die daar zitten. Maar ja, wat voor afspraken moet je daarover maken? Want als er een vrachtwagen komt, dan rijdt daar zwaar verkeer overheen. Je kan moeilijk tegen die mensen zeggen van ja, ik wil niet dat je meer dan 30 kilo komt brengen. Dus hoe ziet u dat voor u? Hoe ziet u dat voor u? Voorzitter, dat is direct aan mij gesteld. Ja, hoor. Ja, ik ben niet bij die gesprekken geweest, maar ik kan me wel voorstellen dat er iets over bochtstralen of misschien wel over belading van niet meer dan zoveel. Ik weet niet precies welke afspraken gemaakt worden, maar ik vind het wel belangrijk dat er gesprekken gevoerd worden met de agrariërs om zowel hen tegemoet te komen, want dat ze die weg kunnen gebruiken. Maar ook de kwaliteit van de weg goed te borgen. Dank u vriendelijk. Meneer Hagemeijer, staat ook op mijn lijstje. Gezond halen we meer. Ja, even een korte reactie op de opmerking van meneer Van der Peet. Ja, normaal kan je het gewoon afdichten en is het geen probleem. Alleen als je het openlegt en het is vervuild, dan kan je niet zomaar zeggen, nou gooi er wat overheen, het is klaar. Nee, dan heb je vaak kans dat je niet meer verder mag werken. Omdat het eenmaal open ligt. Ja, en dan moet je asfalt gaan storten over bestaand asfalt. Wat wel heel slecht is, ja. Dat lijkt me geen goede oplossing. Dank u wel. Dan geef ik het woord even wie... Meneer Vermeulen, Fortse Halemermeer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb met één oor heb ik het hele gesprek gevolgd. En met mijn ogen heb ik eventjes gevonden op internet het handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw. En ik ben erachter gekomen dat ik mezelf beter had moeten scholen voordat we hier aan begonnen. En dat de fundering inderdaad op de weg slaat. Dank u wel. Dat is heel vriendelijk van u dat u dat toegeeft. Dank u wel, meneer Vermeulen. Meneer Van Steenen, heb ik ook nog op mijn lijstje staan. Kort graag. Ja, ik zal het heel kort houden. Er is een hele discussie gaande over zwaar verkeer. Nou ben ik zelf daar eigenlijk nooit echt vrachtwagens tegengekomen. Zullen er ongetwijfeld wel eens een keertje rijden. Maar als we het over zwaar verkeer hebben, we het over landbouwvoertuigen. Die kan je niet weren daar. Daar zou je voorzieningen voor moeten treffen. En desnoods uitwijkmogelijkheden. Of als het echt nodig is, de wegen breder moeten maken. Want er liggen nou eenmaal boerderijen langs. En je kan toch niet verwachten van die agrariërs dat die met de tractor dan maar door het gras, door de polder gaan rijden. Om de weg te sparen. Nee, die dijk die is daar om onder andere die boerderijen te ontsluiten. Dus ja, je zal daar mee te maken krijgen. Dat is eigenlijk wat ik nog even op wil bemerken. Roger, dank u. Meneer Beuzenberg, kort nog. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik begrijp meneer Versteenis en ik begrijp ook mevrouw Ruigrok. Maar dan zou ik toch willen vragen of het college het mee wil nemen dat die weg of die nieuwe fundering een berekening plaatsvindt van hoeveel ton daar overheen mag en dat dan ook aangeven. Want dan hou je de boel heel. Volgens mij, dank u. Dank voor uw suggestie. Ik neem aan dat de wethouders dat meenemen straks in hun oordeel. Nou, dames en heren, we zijn er vlot doorheen gegaan. Ik wens u allen nog een hele fijne avond. We hebben straks nog een sessie. En wellicht zien we elkaar daar. Ik sluit de sessie. Dank u wel.